Ik heb één techniek die ik altijd gebruik. En dat is de enige manier waarop ik het kan. En dat is gewoon 100% keiharde detox. Dus gewoon iemand meteen ontvolgen op Instagram. Eigenlijk ook gewoon je Instagram verwijderen. Spuiten en slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks. En drugs. Oké, okay, dag maatjes. Hoi. Hey. Hey. Ik ben hier met Roos en Diva, en ik ben Ralf. En deze week gaan we het hebben over liefdesverdriet. Oh, Ralf, wat doe je aan. Dat heb ik speciaal voor jou uitgekozen, Diva. Wat lief. Ja, wat vind je daarvan? Uh, ik, ik vind het een belangrijk onderwerp. Oké, okay, ja. okay, heel politiek correct antwoord. Heel erg goed. Maar uh, hoe gaat het met jullie? Goed? Dan ga je gewoon niks geven, deze podcast. Ja, ik ga gewoon lekker met mezelf praten. Nee, Diva, jij hebt een, een haaien-app. Nee, in het kader van Liefdesverdriet. Mijn hart is een paar maanden geleden gebroken. En ik zit nog steeds in een beetje die fase dat je nog af en toe checkt hoe het met je ex gaat. Ook al heb je hem ontvolgd. Heb je dat gedaan? Nou ja, nou dagelijks ook. Oh, ik hebben mezelf echt verloren. Maar ik check, check oh. ze social media nog dagelijks. Ja? Oh shit. Hi. Oh, daar zit je maar, er nog wel in. Ja, maar ik denk dat, kijk, dit heb ik ontdekt. Het is gewoon meer een soort van um, gewenning of zo. Dat je dan toch even jezelf weer wilt pijn doen of iets. En oh ja. Toch, dus nu heb ik, in plaats van dat ik probeer te achterhalen waar mijn ex uithangt, heb ik een app gedownload die haaien trekt. Wat? Dus Ha gewoon haaien in de oceaan van de wereld. Trekt? Trekt. Als in dat je kunt zien waar ze zwemmen en zo en wie het zijn. Oh, als in trekken. Haaien trekken. Ja, haaien trekt. Dus in plaats van dat ik mijn ex ga trekken, ga ik nu elke keer als ik die behoefte voel naar mijn haaien app en dan ga ik kijken waar mijn favoriete haaien uit. Maar het zijn echte haaien en ze hebben gps. Ze hebben een chip ofzo? Ja, ze, hebben, ze zijn gechipt. Dus je kunt volgen waar ze allemaal naartoe zwemmen en zo. Maar dat is gewoon om een soort van die tik af te leren. Hetzelfde als dat je te veel op TikTok zit en dan wil, je op een, dan wil je even naar een andere app. Het is gewoon meer die gewoonte om even iets aan te klikken, snap je? Ja, dus dan ga je naar hijen uh, kijken. Ja. Okay. Werkt het? Het werkt. Ja? Ik doe het nu al een uur. <laughs> oh, joh. Oké, okay, volgende week wil ik een update. <laughs> maar uh, wa wat is nu een beetje de status van jouw uh, proces? gaat wel goed ja ik, uh, ik heb geaccepteerd dat het beter is uh, zonder elkaar en dat er een hele mooie wijde wereld aan mijn voeten ligt om te ontdekken uh, en wanneer heb je hem voor het laatst gezien oh dat is echt lang geleden echt ja echt wel een paar maanden geleden hebben ik ook al een paar maanden geen contact wow mm -hmm. denk je dat hij nog dagelijks jouw Instagram stalkt nou ik mag het toch hopen van wel <laughs> Oké, okay, um, ja, ik, ik heb me natuurlijk een beetje ingelezen over liefdesverdriet oh, en ik kwam fijn, achter een heel leuk feitje. Of nou, ja, het is eigenlijk een beetje een triest feitje, want uh, het blijkt dus dat je daadwerkelijk fysieke pijn kan voelen door liefdesverdriet. En het heet het gebroken hart syndroom en je kan echt dus pijn in je hart krijgen door liefdesverdriet. Wow. Want uh, onderzoekers vonden een relatie tussen stresshormonen en het hart. En uh, liefdesverdriet stimuleert het sympathische autonome zenuwstelsel, wat adrenaline aanmaakt. Uh, en dit kan de bloedtoevoer naar je hart verstoren, wat de pompfunctie kan verminderen, waardoor je pijn hebt in je hart. Wat zeg je allemaal? Ja. <laughs> nou ja, dus uh, liefdesverdriet kan adrenaline aanmaken en dat verstoort je uh, je hartritmefunctie of je, wow. het pompen van je hart. Wow. En daardoor kan je dus echt. Door dat verdriet pijn in je hart voelen. Echt pijn op je borst. Maar en, uh, nou, het komt zelden voor, maar uh, het maar, heet het gebroken hartsyndroom. Kan je daar ook aan overlijden? Letterlijk een gebroken hart? Nee, dat, dat denk ik niet. Maar je kan dus wel pijn ervaren okay. in je hart. Ja. Maar sowieso heeft liefdesverdriet kan heel fysiek voelen, toch? Ja. Naast hartpijn, dat heb ik nooit gehad. Mm -hmm. Maar wel gewoon, like, zo je hele lichaam voelt. Gewoon. Oh ja. ja. Wat, wat, wat voel jij dan? Ja, goede vraag. Um, het voelt gewoon eerder alsof je heel erg zenuwen hebt of zo. Dus als je misschien. Uh, vroeger in de coulissen stond te wachten bij een schoolmusical, en je weet het niet. <laughs> Deze vergelijking. <tie> schat, en je uh, een schat, van... hè? Maar dan is er niks. De, ja, gewoon heel erg spanning, denk ik, in mijn lijf. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, maar ja. Dat, dat is dus ook een, een uh, gevolg van die adrenaline. Ik merk dus ook bij mezelf dat ik kreeg dan heel erg zweethanden en pijn in mijn buik. Dus echt oh ja, alsof dat, je... dat had ik ook, echt buikpijn. Ja. ja, dus echt alsof je gespannen bent voor iets. En ja. dat, dat komt dus omdat het effect heeft op dat zenuwstelsel. Uh, oh. Dus je, ja, je komt in een soort uh, gekke lichamelijke reactie daardoor. Ja. Maar pijn op mijn borst heb ik nooit, uh, nooit gevoeld. Ik heb een vraag. Ja, wat? Weet je ook waar liefdesverdriet goed voor is? Van waarom hebben we het eigenlijk? Nou, wat ik wel heb gevonden is waarom, waarom we überhaupt verdriet hebben. Uh, waarom, okay. waarom je eigenlijk, natuurkunde, of eigenlijk biologisch verdriet hebt... Oh ja. en, dat, en dat komt omdat het belangrijk is om uh, dat verdriet kan signaleren aan andere mensen dat je hulp nodig hebt. Dus bijvoorbeeld uh, mensen uh, huilen zodat ze aan andere mensen kunnen laten zien dat ze verdrietig zijn en daardoor meer binding krijgen. Oh wow. Plus het vallen van een traan over je wang uh, maakt een hormoon aan dat hetzelfde uh, hormoon is dat loskomt als je een knuffel krijgt. Dus eigenlijk uh, krijg je zelf een soort comfort. comfort uh, door te huilen. Dat kan je ook wel eens voelen, toch? Dat het oplucht als je, als je huilt. Ja. Um, en een tweede functie van verdriet is dat je... Uh, doordat je heel veel pijn ervaart... als je iets op een bepaalde manier doet... Uh, jezelf, bij, jezelf moet reflecteren op wat je de volgende keer anders kan gaan doen. Oh. Dus is het is ook een soort mechanisme... dat je niet tien keer tegen dezelfde steen aanstoot... maar in bijvoorbeeld een andere relatie dingen net anders gaat aanpakken. Oh, wat slim. Dus het moet kut zijn, anders denk je van... Ja, nog een keer. Net, net als dat pijn en ervaren een ervaren, een, een echt een prikkel is waardoor je niet meer je hand op de kachel legt bijvoorbeeld, is verdriet meer een soort mentale prikkel waardoor je dingen op een andere manier gaat doen. Wauw. Maar dat is dus verdriet in het algemeen, niet liefdesverdriet. Oh, ja. Maar ik denk dat dat wel uh, dicht bij elkaar ligt. Wow, wat heb je dat goed onderzocht. Niet normaal, hè? Ik ja, ben ja, er echt ja. helemaal ingedoken. Ja, ja dat is ook wel echt knap. Had je er behoefte aan? Nou, ik heb, ik heb echt... Ik heb nog steeds wel liefdesverdriet. En echt van een jaar geleden al. Oh nee. ja, het duurt echt, echt heel erg lang. Maar dat komt ook omdat het... Uh, omdat we elkaar... Het, zij was altijd mijn beste vriend. En eigenlijk ja. nog steeds wel. En het, ik vond het zo moeilijk om daar afstand van te nemen. Dat, ik, dat we altijd nog wel een beetje in elkaars leven zijn. Wat aan de ene kant fijn is. Maar aan de andere kant duurt het heel lang. Het proces. Uh, en dat is moeilijk. Alleen ik merk nu wel... Dus je doet nu dingen allemaal voor de tweede keer. Omdat je een jaar... Al mm. uh, uit elkaar bent geweest. Dus ik, ik kan nu vergelijken met een jaar daarvoor hoe het toen ging. En ik merk wel dat het beter gaat. En dat geeft wel een soort hoop. Uh, dat voelt wel beter. Alleen duurt het gewoon teringlang. Maar hoop waarvoor? Want nou, dat, het, dat er vooruitgang in zit. En weer terug samenkomen? Nee. Of <laughs> He, maar wanneer kom je dan weer bij elkaar? <laughs> <laughs> ja, zo klinkt het wel een beetje. Nee, maar op wat voor juist... manier heb je er nu nog last van? Ja. Ja, gewoon in alles. Het, het gaat zo diep. Dus bij mij werd het heel. Uh, die relatie nam toen ik. Toen ik die relatie had, nam het echt alles over. Dus uh, uh, we waren eerst heel goed bevriend en toen kregen we ook een relatie. Dus uh, we werkten op dezelfde plek en we, we deden heel veel dingen samen. En we zitten precies in dezelfde vriendengroep en zo. En als dat wegvalt, dan moet je ineens weer helemaal gaan uitvinden hoe je dingen in je eentje gaat doen. Uh, en dat sloeg dus ook heel erg op. Me. Uh, op mijn eigen persoonlijkheid en hoe ik naar mezelf keek. En ik moest ineens weer... Herprogrammeren. Herpro... Het voelde echt alsof ik gewoon ja. op, op reset drukte. Ja. En uh, dat duurt gewoon heel lang. En dat, dat merk ik nog steeds. Maar hoe merk je dat nu nog? Um, uh, ja, nu ook wel eenzaamheid soms. Um, Ach, vallie. Dat. <laughs> nou, ja, ja, nu klinkt het wel zielig. Maar ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Dus dat je dingen uh, alleen moet doen... Die uh, eerst altijd samen deden, dat vind ik nog steeds wel lastig. Maar hoe lang waren jullie samen? Drie jaar. Oh yeah, ja. Yeah. En, en dus ook weer leren om, uh, om gewoon zelf weer relaties op te bouwen. In je eentje, dus niet via je vriendin oh, yeah. of zo, weer echt opnieuw vriendschappen uitvinden. En uh, ook bijvoorbeeld uh, zelfverzekerdheid uit jezelf halen in plaats van uit je vriendin. Oh, toch want die steunt je altijd en als het ja. wegvalt dan moet je het weer ja, zelf doen. Weet, dat weet ik nog heel goed want toen ik daar dus een paar maanden geleden doorheen ging toen was ik daar ook met jou over aan het praten. Toen hadden we het allebei over hoe je gevoel van eigenwaarde zeg maar ontbreekt als je net uit een relatie komt en ja. dat je dat weer helemaal uit jezelf moet halen. Dit sluit ook wel goed aan op de eerste stelling uh, en die gaat als volgt. Wie nooit liefdesverdriet heeft gehad, weet niet wat echte pijn is. Oh, ik zou zeggen weet misschien nooit wat echte liefde is. Oh. oh. Nee, toch? Want het kan ook gewoon nooit uitgaan. Ja, klopt. Maar alsnog, ik heb altijd als ik echt die pijn voel, dan praat ik het soort van goed van ja, ben je wel echt verliefd geweest? En ik begin nou een oh. beetje te denken van zijn er ook mensen die nooit een gebroken hart hebben, geweest, hebben gehad, maar misschien ook nooit echt verliefd zijn geweest en Zeg maar, elk gebroken hart is een soort van teken van je hebt wel iets voor iemand gevoeld. En er zijn mensen die in hun heel leven nog niet één keer verliefd mogen worden. Ah, oh, dat zeg je wel echt heel mooi. Ja. ja, je kan het ook heel romantisch maken, toch? Van hoe hoe meer pijn je doet, hoe meer je beseft hoe belangrijk die relatie was en wat het betekende. Ja, en dat je zoiets hebt mogen ervaren en voelen. Ja, maar probeer dat maar eens te denken als je er echt middenin ja. zit. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, Oké, okay, dus dat was het. Dan heb je geen echte pijn gekend. <laughs> Oké, okay, ja, um, Roos, kan jij die pijn omschrijven? Wat, wat doet het met je? Nou, ik denk, uh, ik denk dat het heel erg kan lijken op andere vormen van rouw. Dus ik zie het als een vorm van rouw. Ik dacht ja. vroeger bij rouw alleen aan iemand die overleden is. En toen had ik, uh, had ik een bepaalde droom. Ik had een droom om naar de HKU te gaan. En dan kwam ik een beetje laat achter na de Unie. En, en nou ja, toen stond ik daar op die open dag en toen kwam ik erachter dat het dan heel veel geld kost als je al een bachelor hebt. Nou, dat was eigenlijk een droom um, waarvan ik moest rouwen dat dat niet meer zou gebeuren. En toen ging, dat voelde heel gek en overdreven en toen ging ik dat googelen En toen vond ik dus dat je vorm hebt van rouw als je een partner gewoon als een relatie uit is, als iemand overleden is ja. of als je een bepaalde droom... En dus ja. ik denk dat dat heel vergelijkbaar is. Uh, dus ik denk dat je dat ook heel goed kan voelen als je nooit een relatie hebt gehad, of nooit iets ja. verdriet hebt gehad. Ja, ik vind wel, mensen maken heel vaak de link tussen rouw en liefdesverdriet. Hmm. Ik denk omdat het dus ook echt voelt alsof je iemand verliest, alsof iemand ja. echt, alsof je iemand kwijtraakt. Ja, echt hoor. Alleen het moeilijke ja. is dat die persoon er gewoon nog is. En dat is aan de ja. ene kant heel fijn, want je kan het weer contact zoeken als je dat wil en je weet dat die persoon er altijd nog wel is. Maar aan de andere kant uh, is het daardoor zo moeilijk om los te laten. Want ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar kan jij bijvoorbeeld iemand helemaal loslaten uh, nadat het uit is gegaan? Of nou moet je ja. ook apps downloaden? Ja. Nee, ik heb één techniek die ik altijd gebruik. En dat is de enige manier waarop ik het kan. En dat is gewoon 100% keiharde detox. Dus gewoon iemand meteen ontvolgen op Instagram. Eigenlijk ook gewoon je Instagram verwijderen. Een um, nummer verwijderen sowieso. En blokkeren op WhatsApp. En dan van tevoren, als je goed uit elkaar gaat, kan je gewoon zeggen van... Hé, hey, ik ga je blokkeren op WhatsApp. Want als je dat niet doet, dan kan het altijd nog zo zijn dat je een appje binnenkrijgt. Het ja. kan. Ja. Elk Moment. Dus de eerste paar maanden zit je daar toch mee in je hoofd. Dus ja, ik wil dat gewoon compleet ontvolgen. En dan gaat het gewoon echt van. Dan zit je er meteen heel erg in in die rouw. En dan wordt het echt steeds minder. Jezus. Ja, ja. ik vind het wel echt extreem. Maar dat is wel heel kut voor jou. Want jouw ex zit dus nog in je vriendengroep. Ja, dus dat is wel heel moeilijk. Uh, dus wij moeten gewoon een manier vinden om dat op deze manier te doen. Ik denk dus ook dat het uiteindelijk het beste is om alle banden helemaal te verbreken. Ja. Uh, Alleen ja, hoe ga je dat doen? Je zit gewoon ja, je zit maar, in dezelfde vriendengroep. Maar heb ja. je dan nog gevoel? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ja, ik, ik vind haar een, een geweldig persoon. Maar, wat, want kijk, wat ik een moeilijk idee vind... is om te bedenken dat diegene dan inderdaad... wel nog ergens op aarde rondzwemt. Rond Als een haai. Ja. 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 <laughs> maar op een gegeven moment ook weer door kan gaan... met een leven... Uh, met iemand die jouw soort van vervangt. Ja. Snap je? Een, een dolk in je hart. Een toch? nieuw iemand. Ja. Dat vind ik ook een pijnlijk idee. Maar ik denk dus dat dat voor ons bijvoorbeeld nu wel uh, zou helpen. Omdat het dus in één keer alle banden, alle hoop ja, uh, oh, weggooit. Ja, 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 iets gelijk tot die tijd heb je al, zit je hoofd altijd nog wel op een kiertje van uh, uh, maar een uh, soort van wie weet ooit ja. maar op het moment dat iemand een relatie heeft dan is het in één keer allemaal uh, ja. uit uh, dus dan is het heel pijnlijk maar wel wat er voor nodig is trek je zo die pleisters ervan af ja klopt ja. Ja. want hoe zit dat nu bij, bij jullie um, nou, heb je wat, ooit nog wel eens hoop nou ik weet wel dat als we bij elkaar komen dat het, um, dat het gewoon geen goed idee is dus ik hoef niet weer in een relatie. Maar wat ik nu een beetje heb, is dat ik denk van, ga ik nog wel iemand vinden voor wie ik hetzelfde ga voelen? Weet je? Oh, nee, komt dat, dat is de klassiek. Komt dat nog wel? Ja. Dat is het merit. Het is niet dat ik, dat ik me kut voel omdat wij het niet meer worden, maar over überhaupt iemand ja. is. classic. En wat ik nog heel graag wilde zeggen over dat rouwen, wat mij heel erg hielp, is om te bedenken dat uh, rouwen niet lineair is. Dus het is niet dat het in een stijgende lijn omhoog gaat of dat je zelf een paar maanden moet geven en dan is het voorbij. Dat, bijvoorbeeld, soms heb je een paar weken dat het heel goed gaat en dan heb je weer een paar dagen dat het weer even slecht gaat en dan hoef je niet per se terug bij af te zijn. Maar dan, ja, dat, dat kan gewoon voorkomen. Ja, ja. Dus dat is dus goed voor jezelf om te onthouden dat als je zelf erop betrapt, dat je diegene toch wel meer mist dan je dacht. Prima, misschien morgen niet meer. Ja. En dan ja. En weet je wat hier grappig aan is? Uh, want wat je zei van dat je het gevoel hebt dat, dat het gevoel nooit meer weggaat, of tenminste, dat je nooit meer iemand gaat vinden zoals ja. mij. Uh, onderzoekers hebben hier onderzoek naar gedaan over hoe mensen hun emoties inschatten over de tijd. En het blijkt dat mensen hun emoties altijd overschatten uh, in de toekomst. Dus um, er is een onderzoek geweest dat mensen uh, moeten gaan inschatten hoe ze zich over een paar maanden voelen. Als ze liefdesverdriet hebben. Oh. En dan moet ze dan een bepaald cijfer geven en dan krijgen ze een, een aantal vragen over. En het blijkt dat mensen zichzelf altijd veel slechter uh, inschatten dan dat ze er eigenlijk aan toe zijn over die drie maanden. Dus of dan, dan ben ik nog heel verdrietig. Ja. Of dan ben ik. Oh. Ja, precies, maar je kan je gewoon niet voorstellen ja. dat, dat, dat dat verdriet weggaat. Of dus ja. dat je ooit nog iemand anders gaat vinden uh, ja. die zo goed is als jouw ex. Dus als ik. Als ik nu bijvoorbeeld aan jou zou vragen: van ja, uh, hoe, hoe groot acht je de kans dat je ooit nog iemand gaat vinden zoals hij?, zeg je waarschijnlijk, weet ik veel, 10% of zo. Uh -huh. Maar als ik dat dan daadwerkelijk over vijf maanden aan jou vraag en ik zeg: ik vraag aan jou, hoe groot is de kans dat je nog iemand vindt zoals je ex?, zeg je misschien 50%. Als zeg ik heb het wel beter. Ja, dat is waar. Uh, dus, dus mensen zijn heel, die, die denken dat hun gevoel nu voor eeuwig is, terwijl dat, de kans heel groot is dat het verandert met de tijd mee. Ja, yeah. time heals all wounds. Ja, maar dat, dat voel je dan eigenlijk totaal niet. onderzoek, ja, dat is echt zo, hè? Ja. En dat is ook zo'n, ik heb dat zo vaak gehad, dat ik dacht, ja, maar ik vind niemand die zo leuk is. Dus, dus er miste wel dit of dat. Maar ja, dan vind ik iemand anders die dat niet heeft, maar die mist wel weer iets anders. Ja. Snap je? Zo ga je dan denken. En nu heb ik dat echt zo vaak gehad, dat ik dat dan herken en denk: oké, okay, je moet niet naar die gedachten luisteren. Want dat is gewoon echt niet waar. Maar ben je dan, want, want gaan jullie dan bijvoorbeeld weer snel daten of zo? Of hoe? Nee. Nee. Nee, nee. Ik, had, ik voelde me juist ook wel kutter toen ik dan. Dan ging ik bijvoorbeeld bedenken met uh, een collega van ons. Ging ik met haar afspreken. van, Ja, dan gaan we allebei elke week op een date. En dacht ik: Oh, dit wordt leuk, Carlijn. Kunnen we over schrijven? En toen ging ik op, op uh, een dating-app. In de pauze, en toen. Oh, ik vond het zo naar dat ik zei na een uur al: van ja, sorry, dit gaat niet worden. Het zei ze: Oh, ik ben blij dat je het zegt. Ja. Dus eigenlijk voel je soms alleen maar kutter, omdat je, je bent gewoon nog niet in die mentale, uh, hoe moet je dat noemen? Je bent er gewoon nog niet klaar voor om iemand anders überhaupt aantrekkelijk te vinden. als je nog zo over die persoon voelt, althans, dat heb ik. Dus dan voel je alleen maar kutter van, want je denkt bij iedereen die is niet zoals hij, die is niet zoals hij, die is niet zoals hij. Ja. Ja, je blijft vergelijken. Ja. Heb je dat ook, geloof? Ik vind jou wel een beetje een rebound type. Uh... Als in dat hij de rebound is? <laughs> en nee, Dat jij misschien met meiden op date gaat of seks hebt. Om, puur als rebound. Ja, dat, dat is wel een beetje waar. Maar ik vond het ook heel moeilijk om... Ik kon het niet heel snel doen, hoor. Ik dacht dat ik dat snel kon doen, maar dat was eigenlijk niet zo. Maar wat snel? Ja, binnen een paar maanden of zo. Ja. Duurde, duurde wel even. Hmm. En dat kwam, kwam dus ook onder andere omdat je... Mijn zelfvertrouwen was helemaal weg. Dus dat, dat hele zelfbeeld zakte gewoon. En daardoor werd het gewoon zoveel moeilijker om, uh, om een gesprek aan te knopen. Of dan Echt? weet ik veel, dan ga je op zijn dating hebben. En dat vond ik ook zo kut. Dus dat, dat duurde allemaal heel lang. Ik, ik had het heel anders ingeschat. Hoe kan het dat je zelfvertrouwen. Ik herken dat niet per se heel erg. Met dat, dat jullie alle. Ja, wel dat, ja. dat. Kijk, een partner is iemand van wie je altijd complimentjes krijgt. Dus dat is gewoon super chill. Uh, maar toch ergens denk ik juist als ik single ben, dan voel ik me. Ook single. Dan ja. voel ik me gewoon, ook gewoon meer bekeken of zo. Of dan ben je bewuster van andere, andere aandacht. Ja. Heb je dat niet? Nee, ik heb het echt totaal niet. Nee. Maar had je bijvoorbeeld ook niet dat, dat je dat neerlegde bij jou. Ja, misschien is dat bij, bij jou wel anders. Maar dat je dat neerlegde bij je vrienden van ook, vonden ze dat ze dan een beetje jou proberen op te buren met kwaliteiten die je wel hebt. Ja, maar dat, dat werkt niet echt natuurlijk. Ja. Je bent een toppetje. Ja, he? Of dat je het uit andere dingen kon halen. Bijvoorbeeld bij werkdingen, want het, of met sport, dat je wat kleine overwinningjes voor jezelf had. Ja, ja dat, dat zou vast wel een beetje helpen. Maar ik denk dat het voor mij gewoon heel lang duurt voordat dat een beetje terugkwam. En dat, dat heeft ook gewoon tijd nodig. Nou, ik vind in elk geval dat je <laughs> een fantastische jonge knul bent. Nou, lief. Dank je wel. Dank jullie waarom uh, liefdesverdriet zoveel pijn doet? Nee. Wat het nou echt is, dat wil ik nou, wel heel graag weten. Uh, de vergelijking wordt heel vaak gemaakt met ontwennings Verschijnselen van een verslaving. Ja. ja. Uh, dus als je verliefd bent. Kom je in een soort high. Waarbij je uh, hormonen aanmaakt. Als dopamine, serotonine en oxytocine. En op het moment dat het uitgaat. Dan dalen die hormonen heel snel. En mm. moet je dus ook echt. Wennen aan dat verschil. Je, je krijgt dus echt afkikverschijnselen. Mm. En ja. wat nou interessant is. Is dat dezelfde hersencentra in werking zijn. Als wanneer je afkikt van een bepaalde druk. Van cocaïne bijvoorbeeld. Wow. En daardoor kan het dus echt voelen alsof je afkikt van drugs, van de drukverliefdheid. Uh, wow. en, en daarom uh, is het dus eigenlijk wat je zegt, van daarom is het zo goed om eigenlijk alles af te kappen. Uh, omdat je het best cold turkey kan stoppen van een bepaalde druk in plaats van ah. nog een beetje uh, erbij houden. Ja. Um, dus ja, je, ik, ik, ben, ik heb ook wel echt vaak gevoeld dat het, dat het voelt als een soort verslaving waar je van af moet kicken. Ja, ik ook. Je bent er de hele tijd mee bezig, toch? Ja, ik had ook, uh, want bij mij was het ook best wel, ja, mijn hart was gewoon gebroken. Dus dan, dan is het zo van, oké, okay, dit is wat het is. Nu moet je dit leren accepteren. Ik heb soms ook gewoon dat ik moest schotsen van ellende. Echt? Ja. <laughs> Dat heb ik echt alleen maar met een gebroken hart wow. gehad. Holy shit, maar hoe werkt dat dan? Ja, dat is gewoon een soort van shock door je lichaam. Van, oh, gewoon een soort van dat besef: van oké, okay, het is echt over. En dan zo'n react lichamelijke reactie: van. Ja, of dat, je, of dat ik had een keer, ik moest echt een hele nacht huilen. En toen had ik gegoogeld, hoe slaap je met een gebroken hart? Oh. En toen ging ik naar mijn moeder, want ik was bij mijn ouders. Toen ging ik naar mijn moeder, mama, wil je bij mij komen liggen? <laughs> ja, ik, ik lach nu wel. Oh, maar dat was echt niet leuk. Maar dat was maar één nacht, jongens. Dus um, ik las ook bijvoorbeeld op TikTok een reactie van een meisje... onder zo'n gebroken hart video van, ja, ik had krassen onder mijn ogen van het huilen en ik kreeg daar antibiotica voor. Krassen. Oh, shit. Ja, van het huilen en de hele tijd zo afvegen. Oh. Op een gegeven moment, net als wanneer heel vaak je neus snuit. Oh. Oh. Ja, dat had ik ook. Helemaal schraal. Ja. Ergens is het ook, is het zo heftig. Het voelt dus echt als rouwen of afkikken. Alleen voelt het niet als nog een soort van geaccepteerd excuus om bijvoorbeeld niet te kunnen werken of ergens niet op te komen dagen of zo. Dit dus het voelt ja heel erg uit verhouding dan eigenlijk met wat jij zelf meemaakt ja ja terwijl je kan echt fysieke klachten eruit ja. krijgen als een familielid overlijdt of zo dan kan je best zeggen ik kom even niet naar werk of zo of ik ja. kan niet werken nu maar als je als je liefdesverdriet dan kan je dat eigenlijk niet zeggen het voelt heel kinderachtig Terwijl ja. je daar gewoon echt licht creperen, ja maar Roos vertel even dan wat heb, wat heb jij dan gehad ja. wat bedoel je ja je? vertel jij eens want jij ziens. bent nu heel gelukkig ja. Maar ja, uh, wat ik zelf eigenlijk heb, want we hebben het nu heel erg over als een relatie uitgaat. En dat je vanaf dan liefdesverdriet hebt. Maar ik heb het wel vaker gehad dat het in een relatie al was. Dus dat je met iemand samen bent. En dat je eigenlijk begint het dan op het moment dat je realiseert dat het eigenlijk niet werkt. Dat, dat jullie niet bij elkaar passen. En dan negeer je dat nog een beetje of je hebt nog hoop dat het wel kan. Maar hebben jullie dat nooit gehad? Jullie kijken een beetje schaapachtig. Dat je denkt van. ah. Bijvoorbeeld gewoon, je hebt echt niet dezelfde humor of, of echt niet dezelfde kernwaarde. Als je merkt dat het niet werkt. je denk van eigenlijk shit, eigenlijk werkt het niet. Maar het is nog wel super comfortabel. En de ander vind je nog helemaal leuk. En dat heb ik echt wel. Ik heb dat wel twee keer gehad. Dat je al zoveel aan het rouwen bent in de relatie, dat zodra het uitgaat, je eigenlijk eerder opgelucht bent. Dat je vrijwel oh, wow. meteen gewoon klaar bent voor een nieuwe relatie. Want je hebt het allemaal al gehad. Je, zit, je bent al door dat hele rouwproces ja. heen gegaan. Maar deed je dat dan zelf of communiceerde je dat dan wel in de relatie? Ja, uiteindelijk wel. Maar het is dan niet dat ik eerder onder druk, omdat ik het okay. dan wil negeren. En uiteindelijk denk ik van, oké, okay, nee, dit, dit, dit werkt gewoon niet. En dan begint het... Soms was bij die ander, maar dan ben ik er al... Oh. Ja, maar er gaan wel wat gesprekken aan vooraf, voordat je het dan echt uitmaakt. Maar, Want ja. man, hoe voelde het dan toen, je, toen het daadwerkelijk uit was? Opluchting? Ja, maar... echt oprecht. Ja, het is gewoon even heel bizar en, en wennen, maar... Echt veel minder verdriet, dat is dan al in de relatie geweest, en dan had ik echt heel erop, dus oh, ja. en dan ook echt binnen twee maanden had ik een nieuwe relatie waar ik echt niet naar op zoek was. Maar oh, dat oh. kwam ik toevallig uh, in mijn leven, maar daar was ik al wel zo klaar voor, omdat je dat dan al hebt gehad. Allemaal. Ja. ja, en ik hoorde ook best wel wat verschillen. Ja, het is heel generaliserend, maar dat uh, gemiddeld gezien. Vrouwen meteen omgaan met hun liefdesverdriet en mannen, ja. ja. <laughs> dat denk toch? En ja. mannen, soort van het nog in, in, in rebound zoeken of feesten en het, dat het dan later hit. Ja, ja dit, 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 hier gaan we het zo meteen oh. over hebben. Want, want het brengt me bij de tweede stelling: de enige manier om over je liefdesverdriet heen te komen is het vinden van een nieuwe partner. Oh ja. Uh, ja, no. ja, dus hoe ga je eigenlijk om met je liefdesverdriet? Uh, is, het, is het dan echt klaar? Is het dan pas eigenlijk echt klaar als je een nieuwe partner hebt, of kan je het echt afsluiten daarvoor? Oh, nee, ik denk dat het juist niet goed is als je een partner nodig hebt om er echt overheen te komen, toch? Ik denk dat je er helemaal overheen moet zijn. Ja. Of, maar kan dat ooit? Soort van, ja, misschien. Jawel. Ja, jij bent er al overheen na een paar weken gewoon. Ja, dat was één keer, maar ik heb ook al een keer gehad. Moest ik wel even overheen komen en toen had ik een jaar single zijn en toen. Ik denk als ik Eerder een relatie gehad, gehad. Ik weet niet, ik, het was er wel gewoon echt helemaal overheen. Hoe ga je er dan mee om? Wat bedoel je? Wat, wat doe je als het uitgaat? Volledig detox. Ja, maar kom aan, dan, ben je, dan ga je toch helemaal kapot? Ja. En wat doe je dan? <laughs> <laughs> ja, wat <what> the fuck? <laughs> ja, huilen. Maar ik, ik moet zeggen, ik heb niet eerder gehad... Dat ik echt een jaar liefdesverdriet heb gehad. Zoals ja, ik wil je niet kutten laten voelen, maar ik vind dat wel echt lang. Dat het is ook heel lang. Ja. Ja, het is gewoon mentaal lang. eerder voor jezelf afgesloten. Ja, en wat voor mij altijd heel erg hielp is gewoon bedenken: van het werkt toch niet. Uh, het is overduidelijk dat het niet aan kon zijn. En dat, dat had een reden. Dus dan moet je gewoon heel vaak denken aan die reden van. Die persoon yeah. past niet bij me, want dit en dit. Of, of al vind jij die persoon wel heel leuk, maar die ander jou niet. En denk je, ja, ik ga niet met iemand zijn die mij niet even leuk vindt. Ja, maar ik vind het heel rationeel. Ik bedoel, je kan toch, je kan ook bedenken, koken, is niet goed voor mij. Of zo, <laughs> maar toch de, de hete daar verslaafd aan blijven. Ja, tuurlijk weet je dat het niet goed is. Nee, maar... Het is ja, dat... ook rationeel, maar dat helpt bij het afkicken. Dat okay. je dat bedenkt. En dan moet je natuurlijk nog steeds door die rouw heen en die, ja, en die ja, gewoon detox dingen blijven doen. En dan na een paar maanden is het gewoon minder en dan is het weg. Ja, Jezus. En oké, okay, wat doe jij dan naast die high-app van je? <laughs> nou, eigenlijk ook wel wat roos zeg. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat besef dat komt pas echt als je een paar maanden geen contact hebt gehad. Dan krijg je meer ruimte om in te zien dat je leven ook gewoon leuk is. En misschien juist wel leuker zonder die persoon. Dus ik snap wel dat je er in het begin echt totaal niet mee bezig bent. Maar moet gewoon... op een gegeven moment gaat het echt wel klikken. En dan kun je meer zo rationeel nadenken. Ja. Maar als dat inzicht na een half jaar of zo er nog niet is. Ja, misschien moet je dan een soort van gaan herontdekken of je toch bij elkaar past of zo. Ja, ik weet niet. Nee, <laughs> ja. Diva Vision. zoekt gewoon telkens nog naar een soort <laughs> nee. mogelijkheid. Ik gun jou gewoon liefde. <laughs> nee. Maar Diva, jij, jij hebt een TikTok hierover gemaakt. toch? Geef eens wat tips. Tips voor liefdesverdriet. is ja. um, Nou ja, ik, ik kan me, mij dus niet vinden in het idee dat je met een ander moet gaan. Maar dat, dat is eigenlijk ook wel heel persoonlijk. Want ik, ja, ik hou sowieso niet echt van casual seks of hook-ups of zo. Weet je wel? Ik, ja, dat doet mij sowieso niet. Niks. Maar als dat jouw manier is. Uh, Mijn manier? Maar, nee, een manier. Oh, okay. over <laughs> voelt zich aangesproken. Ik nou, dacht, ja. <laughs> <laughs> ja, is dat jouw manier? Helpt nee, het voor jou? Niet. Nee. nee. <laughs> Nou, dat stond is dus wel in een van de tips uh, inderdaad om met een ander dan contact te zoeken en zo, maar ik denk dat dat misschien meer soort van effect heeft op dat je, je weer gewaardeerd kan voelen mm -hmm. of zo, of dat je in ja. kan zien dat meer mensen jou geweldig kunnen vinden. Ja, want je kan ook wat bij mij beter helpt is niet seks hebben met een ander, maar wel een soort van uh, flirten of, of ja. met iemand gewoon aandacht geven in de club of samen ja, dansen precies. Of, of knuffelen. Of... Ja, dat je gewoon weet ja. dat er dat het er is en niet per se dat je er iets mee hoeft te doen ja ja dus nou het kan helpen ja. en verder wat mij persoonlijk heel erg hielp is maar dat is dan zit je echt diep diep <laughs> en elke dag schreef ik dan dingen op waar ik die dag blij van werd want dan is je huidige staat gewoon al ellendig Dus dan is het heel mooi om dan kleine dingen te zoeken waar je blij van werd dus dan schreef ik bijvoorbeeld het eind van de dag op ik moest lachen om Ralf of oh, Roos. Ja, dat klinkt heel vermoeiend. Dat klinkt heel vermoeiend, maar eerlijk, oké. Okay, en dan ga je bijvoorbeeld verder van um, een vrachtwagenchauffeur liet mij voor. Echt dat soort kleine oh. kutdingen, maar daar heb je wel gewoon dat soort van geluk uitgehaald op zo'n dag. En dan moet je daarna opschrijven waar je je kutter voelde. En dan was het altijd bij mij, uh, voelde me kut, want hij zei dit. Voelde me kut, want hij negeerde me. Zeg maar, alles waar ik me kut over voelde, stond in connectie met hem. Ja. Dus op maar een gegeven... in het verleden dan? Dus hij negeerde in het verleden? Of had je nog contact met iemand? Ja, of dat je daar kut over voelde of op dat moment, als je dan nog in contact ah, was of zo, weet je wel. Ja. Dus dan op een gegeven moment zie je dat alle dingen waar je blij van wordt, op een gegeven... hij staat daar niet tussen. Hij staat alleen maar tussen de dingen waar je waar je ellendig door hebt gevoeld. En als je dat dan een paar weken volhoudt, dan denk je van, oh ja, eigenlijk moet ik hem gewoon, ik heb hem niet nodig om blij te zijn. En hij voegt alleen maar negativiteit toe. Dus dan ga je voor jezelf als soort van, ja, dat willen uitschakelen. Ja, Wauw, dit is oprecht een deel van therapie. Dat je gewoon inzichtelijk maakt waar je gelukkig van wordt en waar niet. Ja, ja, ja. En als je, of bijvoorbeeld ook met werk of zo, als, je, als dat op jouw negatieve lijstje komt, dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken van wil ik hier nog wel werken. Ja. Hetzelfde als dus met een ex, van wil ik nog wel zo met jou bezig zijn. Wow. Goeie. Ja, eigenlijk best een, uh, een goede. <laughs> ja, dus. Uh... En, en, uh, en, want, en merken jullie dat jullie er veel over praten? Ja, joh. Ja? Ja. Tifa, ja. ja. jij... Toen ja. hier net kwam werken, toen was het ook net uit eigenlijk. De ex ja. En elke keer stelde ze zichzelf voor. Hé, hey, ik heb verdriet Heb jij tips bij allemaal collega's? Dat oh. is echt zo, ja. Je ja. stelde je er gewoon mee voor. Elke ik ja, keer zag ik je weer met iemand nieuws praten over hetzelfde onderwerp. Ja, maar... Al, en dan ging ik daarna weer even huilen in de wc. En oh, dan echt? ging ik weer terug. Oh, oh. Ik had het ook echt nodig. Oh mijn God. Nee, maar weet je wat dat helpt? Oh ja, dat is ook een hele goede tip. Het is gewoon weet dat je niet alleen bent. Want iedereen maakt dit mee. En soms dan denk Dan probeer ik ook hmm. te bedenken van... Hoe zou het zijn als hij met iemand anders is? En dan denk ik van ja... Er zijn er genoeg die door datzelfde gevoel heen gaan. Dat is gewoon iets wat bij het leven hoort. Ja. Dus... Maar helpt dat echt? Dat je dan bedenkt, er zijn meer mensen op de aarde nu die dit gevoel hebben? Ja, dat helpt oprecht. Ah, Oké. Okay. En zelfs nog erger. Er is altijd iemand die het erger heeft. Oh. Roos heeft geen idee. Die heeft nog nooit uh, echt liefdesverdriet gehad, volgens mij. Nee, maar ja. vinden jullie Jawel. dat niet fijn om te delen met mensen en dan te horen hoe het bij andere oh. mensen speelt? Ja, maar ik, ik word dan altijd zo super zelfmedelijdend: van, niemand voelt wat ik voel. <laughs> ik oh, voel echt? het allermeest. Oh, ben ik zielig. Weet je wel zo. <laughs> Dat je er helemaal zo in kan zwelgen. Oh, ja. dus bij jou wordt het alleen maar erger. Super triest. Oh. Ja, het wordt echt heel triest. Uh, en weet je wat grappig is? Uh, onderzoekers aan de UvA hebben aangetoond... Dus dat mannen en vrouwen heel anders met liefdesverdriet omgaan. Eigenlijk wat jij net al zei. Hey, yeah. Dus vrouwen uh, die hebben de neiging om er veel sneller over te praten. En die gaan dus ook veel sneller doorheen. Dus die beginnen eigenlijk gelijk met... Dat hele rouwproces. Oh, ja, ja. En mannen die gaan het voor zich uitschuiven. Dus die gaan het eerst best wel lang ontkennen of ontvluchten. Yeah. En die schuiven het heel lang voor zich uit. En het blijkt dat ze eigenlijk pas na een paar maanden door dat rouwproces heen gaan. waar vrouwen dan al helemaal op het begin in zitten. Oh, daarom komen ze altijd terug als Ik jij er niet zin dat, meer uh, hebt. Dan krijg je wat appje. Nee, dat is echt zo. Ja. Uh, wel blijkt dat, dat er niet per se een strategie beter is. of, of effectiever wer werkt. Want het kan zijn dat vrouwen er juist veel meer over gaan zwelgen dus dat ze eigenlijk die van wat jij doet, dus dat, dat je er heel <laughs> erg in gaat hangen of alles daaraan relateert, dat het eigenlijk een soort overkill is aan mm. ermee bezig zijn, waardoor yeah. het dus eigenlijk weer langer duurt. En bij mannen werkt het natuurlijk verrechts. omdat het, nou ja, je kan het heel lang uitstellen, maar uiteindelijk kom je het toch wel tegen. Yeah. Um, dus daardoor kan het ook heel lang duren. Maar uh, ik vind het wel grappig. Ik merk dat ook wel vaak aan uh, aan vrienden van mij of als ik jongens om me heen zie die gaan dan eerst heel veel andere dingen doen en Uitgaan en drinken en afleiding zoeken en dan daarna dan gaan ze er pas doorheen. Um, maar ja, uiteindelijk werkt het gewoon het best om erover te praten, denk ik, met vrienden. Maar Hoe kan het eigenlijk. Ja. Waarom, waarom mannen en vrouwen dat hebben? Ja. Ik denk dat mannen sowieso veel minder de neiging hebben om dingen met elkaar te bespreken. Hmm. Maar misschien ook dat mannen eerder denken: van... oh, vanmorgen ga ik een af. Of schouders eronder <laughs> dat ze een beetje langer gehoord hebben van. Niet je emoties tonen, ja. ja, lekker gaan sporten, werken ja. en uh, aan jezelf oh. werken. Dan komt het wel goed. Dat was letterlijk de drie dingen die hij tegen mij zei. Ja? Yes. <laughs> ja. Uh -huh. Sporten, werken, aan mezelf werken. Wacht, oh, je maakt het <laughs> uit dat je ex zei, ga maar sporten. Nee, daar was hij zelf mee bezig, oh. zei hij. <laughs> ja. Oké. Okay. En, een, uh, <laughs> en uh, ja, daar had ik hem even goed, uh, goed te pakken. Zo <laughs> so typisch. Ja. En een andere duidelijke oplossing, Roos die heb je ook al genoemd. Misschien kun je daar gewoon heel goed mee oh. omgaan. Misschien weet je gewoon precies wat je nee, moet doen. Is ja, maar het, het klinkt nu alsof het helemaal gemakkelijk was. Maar ik vond het ook zwaar kut. Oh, okay. Wat vond je ja. zwaar kut? Ja, gewoon het gevoel dat je elke seconde gewoon of elke minuut er wel aan denkt. En of dat je het vergeet, word je wakker en na 10 seconden. Pff, oh ja, dat is het superkut. Oh, ja. ah, dus toch, dus oh. je deed je eerst een beetje nonchalant en nu komt nee, alles nee, boven nee, Ik heb wel gewoon het gevoel, alleen ja ik heb wel gewoon 100% detox. Omdat ik voor mijn gevoel het anders langer ga hebben. Maar ja. ik vind het wel gewoon echt zo naar gevoel. Ja, ja zeker. Weet je hoe die detox heet? Nee. Het heet de no contact rule. Okay. En dat betekent dus echt dat je op het moment dat het uitgaat. je alle, alle, alle banden verbreekt. Met je ex. Dus inderdaad wat je zegt: blokkeren, geen social media, ook niet via-via vragen, uh, geen contact zoeken, helemaal niks. En het blijkt dat dat dus uiteindelijk de beste methode is om ermee om te gaan. Uh, het komt namelijk omdat als je ex in de buurt blijft. Uh, dat je eigenlijk dus altijd nog een beetje die, uh, die hoop houdt, altijd dat, dat lijntje kort houdt, yeah. waardoor je het proces verlengt. Um, als je helemaal geen contact meer hebt, dan worden andere relaties versterkt. Dus zowel met je vrienden hmm. als met je familie, als met andere potentiële relaties. Dus je, je krijgt ineens weer de mogelijkheid om met andere mensen te gaan daten. Wat eigenlijk niet het geval is als je ex in de buurt blijft. Oh, yeah. Yeah. Um, en een derde ding is dat je eerder wordt gedwongen om op jezelf te vertrouwen. Dus je leert sneller om op je eigen benen te staan, in plaats van dat je die hel zoekt bij je ex. Yeah. Uh, en als het minder goed gaat, uh, je ex besluit uh, te bellen of... Uh, uh, daar een soort comfort in vindt, maar dus echt vertrouwd op. Ik heb nu dit verdriet en ik kan dat zelf oplossen. Ik haat voor de comment van de week. Oké, okay, goed. Dan gaan we door naar de comment van de week. Comment van de week. <laughs> uh, ja, we hebben een video die keihard viraal is gegaan. Keihard. Ja. En daardoor hebben we ineens allerlei comments vanuit uh, andere landen. Uh, deze komt uit Turkije. Bu ya Harikaziniz. Oh ja. Vertaald is dat. Is het een grap? Je bent geweldig. En dan oh. hebben, we, hebben we ook een Russische. Uh, die kan je niet lezen. Maar er staat. Binnenkort zullen scholen paaldansen onderwijzen. In plaats van natuurkunde en wiskunde. Yes, als ik president word. En dan hebben we ook, we ook nog eentje uit Japan. Oh my God, mijn Japanse zwaard is veranderd in een demonenzwaard. Prachtig. <laughs> Dat is mijn lievelings. Want dit gaat over de video Divas Fantasy Stripclub. Ja. Ja. In de stripclub en uh, zaten twee hele mooie vrouwelijke strippers in de video um, en uh, die gaan nu de hele wereld over. Ja. ja. Hoe vaak is hij nu bekeken? Hij is al 2 miljoen keer bekeken. Holy fuck. Maar is... Hebben we een video die zo vaak is bekeken? Je wel, Kim Holland porno set. Ja, de okay. meeste seksvideo's. Ja. Jezus. Maar ik vind het echt wel... Uh, ja, ik vind het wel heel grappig dat mannen over de hele wereld hier zoveel plezier uit kunnen halen. Ja, ja want... want de kijkers zijn... Ja, Ik, ik, heb, ook ik heb een paar stats. Uh, oh, leuk. Uh, uh, <laughs> ja. Uh, oh ja, maar misschien moeten we even uitleggen, deze video is dus in een heel gek algoritme beland waarschijnlijk. Want normaal worden onze video's nooit opgepikt zo wereldwijd. Maar nu op de een of andere manier is het opgepikt waardoor het in allerlei verschillende landen is gekomen. Zoals Rusland, Mexico, Brazilië, Italië, Japan, Oekraïne, India, Argentinië, Polen, Zuid-Korea en Oezbekistan. Dus de hele wereld over. Die heeft jou gezien. Daarvan is 92% man. Wow. En ter referentie, normaal uh, ligt dat rond de 60%. Maar nu dus twee, dus bijna alleen maar mannetjes hebben dit gekeken. Ja, mannetjes. 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 En meer dan de helft is 50 plus. Ja, en daar doen we het voor. Ja, precies die de <laughs> is Maar klopt dit? Zijn dit echte kijkers? Want zitten er echt nu mensen in Oezbekistan van 50 plus dit met z'n allen te bekijken? Ja, als je kijkt naar die comments. Ja, uh. ik, ik zag ook een comment, hello man of culture, great we find ourselves here again. <laughs> we are meeting lied. point geworden. <laughs> ja. Maar Diva, hoe vind je dat, dat je over de hele wereld wordt bekeken? Ja, ik had niet anders verwacht. <laughs> <laughs> Kijk, het was een kwestie van tijd erover. <laughs> Iets eerder dan ik had gedacht, maar ik sta er niet van te kijken. Die praatjes van jou, ongelooflijk. <laughs> Oké, okay, uh, dat, dat was hem weer voor deze week. Um, ja, als je liefst verdriet hebt. Ik denk gewoon dat, je, dat het belangrijk is dat je er echt actief aan werkt. En dat je er met mensen over praat. En het niet gaat ontvluchten. Ja. En uh, eigenlijk dat je dus al het contact met je ex verbreekt. En misschien is dat ook een uh, tip aan mezelf. Nee, dat wil ik, oh. uh, nee, dat wil ik helemaal niet. Nee. Nou, Ralf, ja, dat blijf je over een paar jaar nog steeds. Ja, ik uh... kan toch gewoon een beetje hypocriet zijn in deze aflevering. Is dus prima. Alleen deze aflevering? Ja. <laughs> <laughs> en uh, vergeet niet uh, allemaal goed je best te doen op school. Ja, yeah. do hou vol jongens, do hou vol. Het wordt beter. <laughs> uh, vergeet ons niet te volgen op de socials. Ad spuiten en slikken. Niet vergeten, <laughs> niet weer ah, kut. <laughs> ik <het> weer vergeten. <laughs> vergeten, abonneer en like en uh, dat oh, soort dingen. Oh, ik, ik heb nog iets leuks. Oh. Nee, dief, ik wil echt stoppen. Nee, ik heb een, <laughs> ik heb een uitdaging voor uh, onze volgers. Ik wil graag een oproepje doen. Oh. Denk jij dat jij Ralf over zijn liefdesverdriet heen kan helpen? <laughs> Sluit dan in onze DM. Ja, oké, okay. uh, fijn, Diva, Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Heb je eigenlijk al een uh, nieuwe liefde gevonden? Heb je al iets gedaan? Um, nee, nog niks. Nee, um, ik moet er ook niet echt aan denken. Um, dus ja. Misschien kan je een, een van die mannen uit Oezbekistan. Wat leuke feitjes, open rijtjes. Pijntjes oprijden. Je maakt echt stappen af. Ja. Dat is Je ja, heel veel potentie. Spuiten en slikken de podcast voor je wekelijkse portie seks. En drugs.